Want jullie hebben vieren zelf nooit kerst. Hoe vinden jullie het, de kerstsfeer? Ja, bij ons is geen kerstfeest. Maar ja, ik vond dit heel leuk. Een gezellige week. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen. De bewoners van de Molenstaten konden samen met leerlingen van de internationale school een kerstboom versieren in de aanloop naar kerst. Wij hebben op uitnodiging van de betrokken ondernemers de gelegenheid geboden aan leerlingen van de internationale schakelklas om contact te maken met het fenomeen kerstfeest. Daar zijn we van de zomer al over bevraagd en we hebben gezegd van nou, die mogelijkheid die willen we aangrijpen. Het maakt het wel heel bijzonder. Ik ben ook aangenaam verrast daardoor dat het de internationale schakelklas is. Kinderen uit verschillende landen die op deze manier in contact komen met de bewoners die hier in de Molenstaten wonen. Anderzijds de Molenstaten, de bewoners die hier wonen, in contact komen met leerlingen vanuit verre landen. Er zijn heel veel mensen in Nederland eenzaam. Dat is bekend. Daar zijn onderzoeken naar gedaan. En wij willen zeg maar ook in de kerstperiode willen wij de bewoners in de diverse tehuizen een lichtpuntje geven en een kerstboom bezorgen. Die kerstboom leuk met hun aankleden en zorgen dat zij ook dat de bewoners ook hier een hele leuke kerst gaan krijgen. Ja, we vinden het heel leuk om naar hier te komen en die kerstboom versieren. En met zo oude mensen te helpen, ja. Want jullie hebben vieren zelf nooit kerst. Hoe vinden jullie het, de kerstsfeer? Ja, bij ons is geen kerstfeest. Maar ja, ik vond dit heel leuk. Een gezellige week, ja. Hoe vindt u het om vandaag de kerstboom te versieren met deze jonge mensen? Oh, leuk. Hoef ik het zelf niet te doen. Wat betekent kerstmis voor u, mevrouw? Dat is al sinds jaar en dag een heel mooi feestdag. Zo het geheel ervan, zowel thuis als bij andere mensen, heb ik altijd fijn gevonden, waar ik ook was. Nou, in Duitsland of Friesland of waar dan ook. Ik was altijd ergens met kerst. En hoe is het dan nu om met kinderen die u niet kent een kerstboom op te tuigen, hoe vindt u dat? Dat vind ik wel leuk, want er hoort er allemaal bij. Hè? Dat zijn allemaal stukken van het leven. Zo zie ik vaak van dat soort dingen. En dan, dat is voor hen ook zo. En als ze zelf wel wat jonger zijn, dan is het voor hen mooi om dat dan te kunnen. Breda Nu. Je weet het meteen.